En Ali, weet je wel, de meeste mensen zien dat niet, maar die sponsort heel veel dingen. Die is een diesel great back. Ik heb heel mijn leven overal geoefend, allerlei complexen. Ik heb erin een gevoel van een huiskamer. Dat heeft alleen maar te maken met Ali. Ali, bedankt. Je bent het eerst. De volgende liedje is voor jou. Het is een murder ballad. Weet je wel, er wordt iemand overhoop geschoten. Meestal schieten mannen anderen overhoop. In dit geval schiet een vrouw een man overhoop. Dit is Blood on My Shoes. Nick heeft de murder ballad groot gemaakt, maar hij is ook met deze die bekend is. Thank you.
Dan is het moment gekomen om Arie een cadeautje te geven. Overigens, wat kan ik nog zeggen na de mooie song van de Seven Jam en de ode gebracht aan Harry en het gezang van jullie net. En de mooie woorden van Jos en Harry. Wat Jos net zei, dat is de tweede huiskamer, daar is geen woord van geloven. Ik heb 2 minuten gekregen van Tineke. Dan zal ik in 4 stukjes hakken van 30 seconden. Ik heb het een plekje verzonden. Ik ben de lul. Harry, ten eerste Get Rhythm. Ik kom hier 5 jaar. Ik vind het een voorrecht om na die 5 jaar, met Jeff Blake, met jou 20 jaar, hier een paar woorden te mogen richten tot je. Ik vind het een geweldige tent. Je hebt hier je eigen als ondernemer een zaak neergezet. 7 jaar deze prachtige winkel aangebouwd, waar alle muzikanten erover eens zullen zijn dat het geweldig is om hier af en toe op het podium te mogen staan. Waarvoor onze hulde. We praten nog over ondernemerschap. Ik zit zelf een beetje in de financiële wereld om veel met bankiers te maken en veel met mensen uit ondernemingen te maken. Wat Arie gedaan heeft, is echt heel erg fantastisch. Het is echt een man die gewoon zijn nek uitgestoken heeft en ervoor gaat. En vooral de persoon Arie, waar we het er ook over moeten hebben, is gewoon iemand die altijd klaar staat. Het is de enige die ik heb ontmoet, hier in Brunnen, die nooit kwaad wordt. Het maakt niet uit of je een glas cola over je versterker gegooid hebt of of je monitor kapot is. Arie is echt heel rustig, kalm blijven en die regelt ook iedere keer weer opnieuw. Het is werkelijk, als je praat over iemand, over klantenservice, dan is het Arie! Ja, dan is volgens mij mijn geniële op. Ik vind het gewoon een geweldige tent om te zijn. Dat heb ik ook zo gezegd, de tweede huiskamer. Ik ga nu toch echt het woord geven aan Tineke, want die heeft uiterst de best gedaan om wat samen te stellen. En voordat ik het vergeet, bedankt voor de meisjes achter de bar en die heel hard gewerkt hebben, zoals Astrid. En Esther die weg is. En vooral Tineke, die geweldig heeft ingezet voor het vet. Even te duidelijk, dit is mijn huiskamer. Huiskamer. Arie, ik kan een heel lang verhaal op gaan halen, maar ik heb daar geen zin in en dat is ook niet nodig. Je weet wat je nog steeds voor mij betekent en ik hoop dat dat zo blijft. Ik heb een lange verhaal. Nou, dat kan ik niet. Arie, 20 jaar en ik hoop op zijn minst dat er nog 20 jaar bij komen. Dit is wat de klant dat ik voor jou heb opgehaald bij de klanten. Ik hoop dat je dit echt gaat gebruiken voor de vakantie die je zo na 3 jaar zo hard, ontzettend hard verdient. En ik ga de zaak openhouden zodat jij lekker 8 of 10 dagen weg kan. En het is je zo van harte gegund. En dit is inderdaad 1 hele grote familie en ik hoop dat dat nog jaren zo blijft. Thank you.
alles opgeruimd is. We gaan gewoon lekker in de boek snuffelen en we gaan gewoon lekker kijken wat iedereen wil zitten. Ik vind het echt heel tof. Lastig. Dat is wel het eerste ding. Want ik kan niet meer oplopen, maar ja, goed als er ruimte niemand is, ga het op. En wij gaan niet meer weg! No, nooit meer! Dus jullie gaan blijven? Wij blijven. Blijf ik ook. Yeah.